Zeg, je bent van Diest en je bent uiteindelijk toch in Diest teruggeraakt. Of in Kagevinne. Ja, Kagevinne is, maar het valt onder Diest. Hè. Ja. Diest is mijn geboortestad. Dan ben ik later, als mijn carrière begon, eens in Aalst gaan wonen. Van Aalst ben ik naar Burst gegaan. En van Burst, na mijn scheiding, in Meissen. Mm-hmm. En van Meissen ben ik eigenlijk terug naar mijn geboortestad gekomen. Dus terug naar mijn roots. Ja, veel verhuis, veel in- en uitgepakt. Ja, uiteraard. Maar ik denk dat er trouwens eigenlijk op mijn zolder nog veel in dozen zit en zo. Maar ik heb altijd zoiets van, mijn hele leven zit in een doos. In ons bureautje, ons bescheiden bureautje. En voilà, Sefrida. En hier zit heel mijn leven in. Allee, zo. Daar kon ik het niet aan doen als ze mij daar naakt op een velletje legde. Dat overkwam iedereen. Dat overkwam iedereen, hè. Hoe oud ben je daar? Hier ben ik 14. Ja, hoe ben je eigenlijk beginnen zingen dan? Hoe bedoel je beginnen zingen? Op crochetwedstrijden natuurlijk. Op crochetwedstrijden? Ja. Eigenlijk was dat wel zo onder impuls van mijn familie. En dus toe de familie van mijn moeder, hè. Dus ik kwam uit een gezin van 12 kinderen en die broers die vonden absoluut dat ik met mijn stem iets moest doen. Die hadden mij een keer op een feestje horen zingen. En dus die zijn eigenlijk zo, elke boerenparochie dat er hier in de omstreken was, zijn die met mij gaan beginnen afschuimen. En zo van de ene kleine wedstrijd naar de andere zo. En zeker als we dan ergens toe kwamen en je had dan al op een paar plaatsen zo de eerste prijs weggekapt, dan was het zo, oh, dat kleintje is daar weer. Want jij bent de liefste jongen, ik ben zo blij dat ik je ken. Ah, dat is de grote variétéprijs hier. Ja. Dat was een directeur die mij aangesproken heeft. En toen liet hij mij al dat plaatje horen van We Got to Stop, want dat was oorspronkelijk Amerikaans. Hè. En hij heeft me dat gewoon laten luisteren en gevraagd, vind je dat een knap nummer? Ja, ik denk als ze mij toen Cherie hadden laten horen, had ik ook gezegd van dat is een knap nummer. Maar ja, ik wil maar zeggen, ik dacht, het is niet waar, ga ik een plaat mogen maken? Dus mijn platenfirma heeft toen ook mijn manager aangesteld. Want zij zeiden van, dat gaat je manager worden. En dat was dan Milo de Koster. Zeg, en je ouders vonden dat meteen goed? Want goed, die hele wereld van artiesten en zo, dat was toch een beetje louche in die tijd. Of dat werd toch ja, een beetje maar die mensen wisten dat niet en ik nog veel minder. Hè. Ik was gewoon een kind hè, dat van niks wist. En dat gewoon met dat als een sprookje eigenlijk. Dus dacht zo van, oh, ik kom in de showbusiness terecht. Dus in het begin was het ook allemaal heel, heel mooi voor mij. Maar al gauw ondervond ik van, amai, ik zit hier in een wereldje, ja, ik zal ze nu beleefd zwijntjes noemen. Die spraken over hun affaires en zo, terwijl dat ik er dan bij zat en dan had ik zoiets van, oei, die willen toch niks van mij of doen die dat nu expres om zo een hint te geven van, ziet je mij zitten of zo. Nee, ik had echt angstige gevoelens soms tegenover journalisten en zo. Maar je had zo geen compaan? Nee, ik had dat niet. Dat is wel een eenzame tijd dan. Oh ja, ik ben echt heel ongelukkig geweest, mag ik wel zeggen. Ja. Alleen op het podium, dan kon niemand mee iets maken. En dat was mijn domein. En dat was nu is dat mij. Maar daarbuiten, heel schuw en heel teruggetrokken. Had je zelf idolen in die tijd? Ja, ik heb een heel groot idool. Dat was dus de Springfield. Mm. En, maar nu ga ik even kijken in mijn kast waar mijn platen in bewaar. Maar de allereerste plaat, daar is niks meer van terug te vinden. Wacht even, hier zitten al de vrouwtjes bijeen. En ik denk dat er hier nog ergens een... Daar zie ik Dusty. Voilà, dat is dus de Springfield. Maar ik hield ook bijvoorbeeld van Piaf. Of, en waar had dat dan mee te maken? Dat is Springfield, was dat omdat die haar stemtimber zo'n beetje op dat van jou leek? Ik vergeleek me er zeker niet mee, maar ik had wel de ambitie om... Zo wil ik later ook daar staan en dat die mooie stem... Iets in die richting. In die richting, ja. Zeg, en nam je dan destijds als meisje al stemlessen of zanglessen?
Zanglessen hier bij ons in Diest heb ik nog een beetje zangles gevolgd, maar dat was gewoon niet te doen. Dat was ook niet het juiste. Dan kreeg ik bijna een klassieke opleiding. En moest ik zo stemoefeningen doen waar dat mijn maken net er gek van werd. Want dan moest ik dat thuis oefenen en dat was dan zo... Ik had absoluut geen sopraanstem. Ik had een altstem en die wou absoluut maar dat ik maar hoger en hoger en hoger ging zingen. En ik denk, dat kan nu toch niet, hè? En kon je noten lezen? Van, kan je iets van muziek of zing je maar puur op het gehoor? Ik zing eigenlijk op het gehoor, ja. Ik heb zo een beetje gitaar gaan volgen. Eigenlijk, als ik het nu zo aan het uitleggen ben, dan bedenk ik plotseling van, eigenlijk was ik toch wel een beetje... Allee ja, aan de luie kant wat dat betrof. Ik weet niet wat met luie te maken heeft, maar ik vond ja, zingen belangrijk. En al de rest, ja, zeg, we zullen wel zien. Maar je stelt dat dan uit en dan komt het daar nooit meer van. Ja. Hè? Ik zie daar Only You. Deed jij veel covers van Only You? Ah, ja. Amerikaanse nummers of zo? Of ja, veel, ja, die zaten er ook tussen. Hè. Only You in het Nederlands. Santo Domingo, dat was een origineel nummer, maar dat was nu niet de mijn grote hits. Hè. Enfin, ik ben... Eigenlijk ook wel niet echt een hitzangeres al geweest, vind ik. Behalve mijn eerste grote hit, We Got to Stop. En heb je een hekel aan dat nummer of zo? Wil je dat niet meer zingen of is het gewoon daarom? Ik heb geen hekel aan het nummer, maar ik vind... alleen een tekst als We Got to Stop, denk er eens over voordat je zegt ik hou van jou. Dat kan maar dat kleeft wel in het Vlaamse geheugen natuurlijk. Absoluut, ja. Maar als ik met een live orkest werk, dan is er veel mogelijk natuurlijk, hè. En dan vind ik het wel plezant om een keer zoiets, ja, nog een keer terug te doen of zo van vroeger. Maar dat is bijna niet meer doenbaar dan met een live orkest optreden. Dat is te duur of wel, ja. Niet meer te vinden? Of... Het kan allemaal, maar dan moet je eigenlijk consequent gaan zeggen van ik doe alleen nog dit en niks anders niet meer. En als ik dat morgen moet gaan doen, ja, dan kom ik om van de honger, denk ik. Une horloge sonne minuit. La ville dort. Sous la pluie, la nuit est noire, aussi noire que mes pensées. In 1968 ben je dan in Frankrijk terechtgekomen. Hoe heb je Claude François ontmoet? Want je zat onder zijn vleugels op dat ogenblik. Ja. Ik had natuurlijk mijn manager Milo de Koster hier, die mijn carrière leidde. Ik weet dat hij op een zeker moment zei van... Goh, ik heb gehoord dat Claude François in Frankrijk een platenfirma gaat oprichten en dat hij gewoon jong talent zoekt. Blijkbaar moet Claude François toch onder de indruk geweest zijn van het stemgeluid, want wij werden uitgenodigd naar Frankrijk. En werd er dus gezegd van ja, we gaan de studio ingaan en we gaan een auditietje doen. In het Frans dan wel. Ja, we kregen een Franse tekst en zo. Ja, en die was echt... gecharmeerd en onder de indruk. Zeg, en Claude François, heeft je dan ook helemaal gerestyled? Ja, dat ook. Niks zo... Van Lilian werd je Lilian Sapierre. De naam heeft hij veranderd. Mijn uiterlijk eigenlijk ook. Ik had zo half donker haar, toch? Dat was half lang. En dat werd dan geblondeerd, dat werd kort geknipt. En ik zag eruit zoals een... zo'n beetje garçonachtig. Hè? Heeft bijna alles veranderd. Behalve mijn karakter heeft hij niet kunnen veranderen. En je zegt, hij had dan een platenfirma opgericht en jij was dan een van die nieuwe sterren die daar... Ik was de allereerste die op zijn label Flash, heette dat, dus platen heeft mogen opnemen. En werd je dan toch niet zo'n beetje behandeld als La Petite Belge? Ik heb nooit dat gevoel gehad. Je moet niet vergeten, ook in die tijd, Brel was ook al een grote meneer. Ja. Dus ze hadden toch al wel iets van, ook in Vlaanderen... Of in België, liever gezegd, kan er toch ook wel talent zitten. Zeg, dat was toch wel iets, hè? Zoals Vlaamse dan ineens in Parijs absoluut. Beginnen. Ja, je ziet bijvoorbeeld hier dat ik les ga nemen bij een zekere mevrouw Sandra. Een fantastisch iemand was dat. Was dat een zanglerares? Ja. Moet je daar turnoefeningen te doen? Ja, maar dat lijken turnoefeningen, maar dat zijn speciale ademhalingsoefeningen. Heel belangrijk. En dan moest ik... Een lieve, maar ook een strenge tegelijkertijd. Ze heeft ook mensen gecoacht, zoals Aznavour. Dus ook niet de eerste de beste. Hè? Ja. Maar
Waren dat eigenlijk je beste jaren achteraf bekeken, die 2 jaren in Frankrijk? In die zin vond ik het mijn beste jaren, omdat ik daar heel veel van geleerd heb. Ondanks dat ze zeggen van ja, het was een moeilijke jongen al. Ik heb daar veel van geleerd, toch. Er had eigenlijk misschien wel een grote carrière in Frankrijk ingezeten, of niet? Ik denk het wel, want ja, ik heb daar in Popols gestaan, waar ik dus zelfs een plaats had voor Vartan en weet ik veel. Dus ja, dat is dan toch niet min, hè? Nee. Dus eigenlijk is dat wel zonde, hè? Ja. Maar ik ben niet de mens die zegt van, wauw, zeg, daar is een carrière aan mij voorbij gegaan. Misschien veel centen aan mijn neus voorbij gegaan. Maar langs de andere kant heb ik zoiets van, nee, ik heb 2 prachtige jaren gehad. Ik heb heel veel geleerd. En ik ben eigenlijk toch een meisje van, een echt Vlaams meisje, vind ik mezelf. Zou je nooit in Frankrijk zijn gaan wonen? Ik denk dat niet. En dat was ook een van de redenen dat Claude, die vond dat absoluut niet fijn. Hè. Die heeft 100 keren gezegd, ja, maar ik wil dat ze naar hier komt wonen en ik wil dat ze hier iets heeft en dit en dat. Maar ja, ik had ook nog, ik had ook mijn ouders hier. Ik was ook, ja, ik was absoluut nog niet, ik zag me nu niet direct 18. Met een Fransman gaan beginnen verkeren of trouwen. Dus daar kreeg ik toch de kans niet voor, ook niet. Hoezo, je kreeg daar de kans niet voor? Had je geen tijd? Of werd je constant in de gaten gehouden? Ik werd constant in de gaten gehouden, ja. Ja. Mijn moeder die zei, ik zie u nog uitkomen met de zoon van Milo, zei ze. Ja, en ze heeft gelijk gekregen, hè. Ja, die stond het dichtst bij mij. Nee, maar ik zag hem wel heel graag, hoor. Dus het is niet zo van, ik heb daar maar iemand gepakt. Nee. Dat heeft zo moeten zijn. Ik denk dat, ja, dat je leven zo'n beetje uitgestippeld wordt. Dit zijn nummers van in de jaren 60 die je terug hebt uitgebracht op cd 2 jaar geleden. Flashback 68. Waarom staat die titel erop? Omdat ik vanaf 68 ben beginnen werken met Claude François. En dat zijn de 20 nummers die ik heb opgenomen tijdens de periode, 2 jaar, dat ik met hem heb samengewerkt. Je hebt 2 jaar gezongen in Frankrijk en hoe is dat dan geëindigd? Ik denk dat het de oorzaak geweest is. Ik heb op een zeker moment het geluk gehad dat ik eigenlijk mocht optreden in het voorprogramma van Antoine. In de Olympia. Ook niet de eerste beste zaal. Nee, dat is de topzaal van Frankrijk. Voilà. Maar ik had op dat moment een oogletsel. En ik ben het podium opgegaan, mijn eerste dag dat ik moest optreden. Ik heb daar van de, laat ons zeggen dat ik misschien 8 liedjes moest zingen, van 3-4 liedjes gezongen en ik ben na het 4e liedje van het podium afgevlucht. Waarom? Omdat ik het gevoel had dat ik aan het blind worden was. En ik ben afgelopen en ik heb tegen Milo gezegd, die daar stond in de coulissen, en ik zeg, wat gebeurt er? Ik zeg, ik zie niet meer. Dus hop, de loge in. En die is buiten gekomen, heeft tegen de journalisten die daar aanwezig waren gezegd van, elle est aveugle. Maar ja, wel gevolgen van die, want zondag stond dat in koeien van letters in de krant. Lilian Saint-Pierre, aveugle. Maar gelukkig was het niet zo erg, maar ik had wel een zware ooginfectie. En ik zou verder hebben kunnen optreden, met bril, weliswaar. Ja. Maar Milo heeft dat dan niet toegelaten, heeft gezegd, nee, je stopt hier. Niet, denk ik, echt uit bezorgdheid, omdat het misschien nog zou kunnen verergen met mijn ogen, maar omdat hij vond, ja, dat is hier de stunt, hè. Het is nog niet te laat. Gelukkig de armen van geest. Het rijdt de hele rode toe. Glory, 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 halleluja. Glory, 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 halleluja. Dit was in 1970. Toen trokken jullie met een show Glory, halleluja, 2000. Show, ja. Dat vind ik leuk dat je dat heet er niet zo? Ja, nee, het was geen, ja, het was een show eigenlijk, hè.
hoe dat je het ook, of dat nu een kerk is of ergens anders. Want dat was het eigenlijk, dus een bijbelspectakel in de kerken. Hè. Het was zingen? In de eerste plaats, ja, was het muziek maken en goede teksten die met de Bijbel te maken hadden. Waar kwam dat idee vandaan voor? Ja, het idee kwam niet van mij, maar ik vond het wel een... Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat heel graag gedaan. Misschien was dat ook een beetje op dat moment was ik natuurlijk ook, ja, ik was verliefd, ik ben getrouwd, ik was in verwachting. Dus ik was altijd bij mijn man, want mijn man die deed dan samen met zijn broer, maakte ook deel uit van de technische ploeg. Mm-hmm. Dus wij waren altijd samen, dus vandaar dat ik natuurlijk zoiets had van, ja, dit is het, hè. Weg met die zaal, ik moet die showbusiness niet meer weten, dit is voor mij genoeg. Maar nu achteraf bekeken, hè, zou ik dat nooit meer moeten, omdat ik het ook weet, ja. Zou ik het niet meer doen. Achteraf heb ik het heel moeilijk gehad om terug de draad op te pakken, dat wou ik. Om terug in de zalen te komen met een normaal repertoire. Ja. Zeg, hoe is dat dan gestopt op een gegeven ogenblik? Dan hadden jullie alle kerken en kloosters gedaan. Ik denk het. Wij hebben ik geloof niet dat er één kerk is die we niet gedaan hebben bij ons. Wij zijn op heel veel plaatsen geweest. En 3 jaar, dat is lang hoor. Die kleren die je voor je optredens gebruikt, hangen die op zolder? Ja. In kassen ook. Hè. Ik heb een paar kassen, maar vooral de dingen van vroeger die hangen uiteraard op de zolder. En heb je nog kleren uit de tijd van Claude François? Oh. Eigenlijk vanuit zijn periode... Nee, het is te zeggen uit die periode wel, maar typisch van dat ik bij hem gedragen heb, niet meer. Ik had zo'n vestje, maar dat is helemaal gescheurd en ik heb er niet meer aan gehouden. Ik had dat misschien moeten doen. Maar. Zeg, wat is dit hier? Je oefenen. Dat is voor mij mijn conditie te houden. Ja. En de geluidsinstallatie, is dat muziek bij de... Het eigenlijk is bedoeld als ik kom repeteren. En dan zet ik dat allemaal aan de kant en ik heb mijn spiegel voor mij. Dus ik kan zien hoe ik moet bewegen. Destijds voor Soldiers of Love of zo. Dan moest ik toch wel, hoe nozel het ook mocht zijn, ik moest dan... Hè, maar ik moest wel echt goed zien van hoe dat die arm en hoe dat been stond en zo. Dus... En is dit de kleerkast waar je kleren voor optredens en zo bewaart? Maar ik moet zeggen, Frida, hier hangen meestal de dingen in waar ik momenteel mee optreed. Black is black, zou ik zeggen. Ja, dat is allemaal zwart. Ja, kleuren hangen daar niet tussen. Allee, er hangt een rood kleedje hier, maar ik heb dat nog nooit aan gehad. Zwart of een beetje wit, ja. En schoentjes en zo, die staan hier ook. Zo'n hoge hakken, kan je daarop gaan? Maar ik vind dat niet hoog, maar die zijn heel makkelijk. Echt waar. Ja, maar dan toon ik ook een beetje grotere podium. Ik ben al niet zo'n... Een lange, dus... Maar de andere kleren, dus eigenlijk van vroeger, die hangen allemaal op het zolder. Maar het is wel een klein zoldertje en je moet wel je hoofd bukken, anders stoot je. Oké, maar ik wil ze toch zien. Ja, wel, dat is goed. Ja. We gaan naar kijken. Dat is echt een zoldering. Dat is een zoldering, En opgepast voor de kop. Ja. Alles... ik ga hier even nog een beetje licht maken. Hier. Dit is het kledingarchief dan? Ja. Kippert dat dan maar af, dat kan je kwaad. En hier, dat zijn bijvoorbeeld de dingetjes die ik droeg tijdens het Knokkenfestival. Dit, dat was hoeveel jaar geleden? 65, dus ja. Dat kan Sonissima. En dat ook. Nee, deze is iets dat ik zelf gemaakt heb tijdens het... mijn uurtje dat ik niks te doen had bij Gloria Halleluja, maar dat heb ik nooit... dat laat ik ertussen omdat ik dat zelf gemaakt heb, eigen creatie. Dat is dus niet van mij, dat zijn kleedjes die we behouden hebben van Anneke, van Anne-Christie. Hè? Ah ja, want je bent getrouwd met haar Natuurlijk, ja. En vandaar dat wij dat ook... Ja, dat wordt hier wel alleen gekoesterd. Dat was ook iets dat zij zeer graag zag. Dat zijn die kleren van Anne Salens, deze. En dit is het, de creaties van Anne Salens. Schoon, hè, die kleuren. Ja. Zeg, en is dat om nostalgische redenen dat je dat bewaart allemaal? Of? Ja, toch wel. En ook misschien omdat ik denk van, je kunt niet weten, ik was ook nogal heel zot van kleedjes die mijn moeder gedragen had. Hè. Ja. Echt waar. En ik had spijt dat ze bepaalde dingen dan wegdeed. En ik heb nu zoiets van, ik heb ondertussen 4 kleinkinderen, er zitten 2 meisjes bij. Dus misschien vinden die ooit wel een keer iets van, wauw, heeft mijn oma dat gedragen? Oh, dat vind ik wel tof. Ah ja, maar wacht een keer. Dit misschien. Oeps. Ja, maar het is wel kapot. Maar dat was eigenlijk mijn eerste bekertje. Alleen mijn eerste bekertje dat voor mij veel betekend heeft. Want dat was de grote internationale variétéprijs. En daar is het mee begonnen, hè. Ah ja, dat was je grote doorbraak met het nummer. We Got Stop. Ja. Moest ik toen zingen en voilà. Maar het is... Gebroken. Maar het is beter dat bekertje breekt dan dat ik breek, zeg ik altijd. Dus, voilà. En dat is nog zo'n
Pol, 1964. Toen was ik verkozen van muziekparade. Dat was in Nederland. Eerste in de categorie zangeres. Zangeres, ja. En dan was Adamo voor de heren. Ah, samen met... Ja. Samen met Adamo. We gotta stop. Denk er eens over. Voordat je zegt, ik hou van jou. Horen wij wel bij elkander. Hoe lang ben je getrouwd gebleven met de zoon van je manager? Ik ben in 71 getrouwd en ik ben in 86 echt gescheiden. Was dat moeilijk? Ja, dat was moeilijk. Alhoewel het een eigen beslissing was. Mm. Er was absoluut geen sprake van hij heeft iemand anders of ik heb iemand anders. Wij waren gewoon uit elkaar gegroeid. Maar jullie hadden wel een zoon van 14 jaar, wat het ook waarschijnlijk niet gemakkelijk was. Voilà. Ja. Dus dat is al een hele grote stap. En dat op zich vond ik ook het moeilijkst van allemaal. Zeg, je bent dan getrouwd met de weduwnaar van Anne Christie, dan kreeg je er eigenlijk nog een vedette bij in huis. Een vedette die dus dan ook lijfelijk niet meer aanwezig is. Ja. Hè? En dat maakt het soms wel moeilijk. Maar die wel zo'n beetje gekoesterd werd in Vlaamse variété. Ik heb altijd alleen maar... toch gehoopt van, ik hoop dat ze ons niet gaan vergelijken of niet gaan denken van... Ik heb nooit willen vergeleken worden met wie dan ook. Heb je zo'n nog moeilijke periodes gehad in je leven? Want op een gegeven moment was je helemaal weg van... Trad je nog nauwelijks op en zo? Wel, eigenlijk die periode is er een beetje na Gloria Halleluja. Door het feit dat er dan discotheken en alles wat daarbij toe hoorde. Dus dat ik ook weigerde om van op te treden met band en zo. Ik heb daar tenslotte toch aan toegegeven. Maar dat werd dan ook wel een moeilijke periode tegelijkertijd. Dan mijn platenfirma die gaf mij muziek waar ik vandaag alsjeblieft zeg, moet ik dat zingen. En dan heb ik zo even gerebelleerd door te zeggen, weet je, ik ga gewoon stoppen met zingen en ik ga het leger in. Ik doe mijn aanvraag, ik heb mijn aanvraag gedaan voor, ja, dat was toen de moment dat er vrouwen voor het leger werden opgeroepen. Hè. Maar ik zag dat natuurlijk vanuit een standpunt zo van, wow, dat gaat er heel avontuurlijk. En ik zag me al met een jeep rijden en door de modder kruipen en weet ik veel wat. En ik was een sportief type, dus ik denk, dat moet ik wel aankunnen. Hè. Maar het is nooit zo ver gekomen. Ik heb wel mijn aanvraag gedaan, hoor. Dat heb ik gedaan. En waarom is het dan zover niet gekomen? Omdat Bobby Jan Schoepen destijds mij dan opgebeld heeft. En dat was, die wist nogthans van niks. Dus dat is een samenloop van omstandigheden geweest. En die vroeg mij dan, wil je niet bij mij komen optreden? En wat hield dat dan in, dat optreden? Ja, een hele seizoen. En dat was redelijk zwaar, want dat begon al van 12:00 PM. Begonnen de shows. En die stopte dan ergens ook in de late namiddag. En dan begon dat om 8:00 tot 11:30. En dat maanden aan een stuk? Ja. Maar dat zorgde wel voor een vast inkomen. Dat zorgde voor een vast inkomen, ja. En hoe ben je dan terug beginnen zingen? Wel, van het ene is het ander eigenlijk gekomen. Ik heb Sergio Popovski eigenlijk, een Bulgaars muzikant, ontmoet. En daaruit is het dan het nummer Brussel ontstaan. En ik had daar zo'n demotje van gemaakt. Dan deed zich het fenomeen Eurosong voor, in 81. En dat nummer hebben wij dan ingezonden. En voilà, ik was terug vertrokken eigenlijk. Ah, zo. Soldiers of love. Na 40 jaar carrière heb je dan de indruk dat je stem nu beter is dan vroeger? Of gaat zo'n stem toch achteruit? Voorlopig vind ik niet dat mijn stem achteruit gegaan is. Ze klinkt anders dan in mijn jongere jaren. Maar ik heb toch meer uithoudingsvermogen nu nog. En nu weet ik perfect van... Zelfs al heb ik een zware avond gehad gisteren en ik moet vandaag optreden. Ik ga 's morgens opstaan. Het is normaal dat je stem dan heel diep zit. Hè, zo. Echt in een kelder, zeg ik dan. En dan laat ik dat... Ik zeg niet veel of niets. Ik begin mijn thee te drinken. Ik hou me rustig. En dan zo in de namiddag begin ik zo heel laag zo...
dat soort geluidjes te maken. En ook laten rollen, zeg ik daartegen. Zo, dat moet rollen. Ja. En als dat gaat, geen probleem. En dus eigenlijk, ja, ik heb niet zoveel problemen meer met zonder stemvallen of echt hees worden. Vind je dat je moet meedoen aan allerlei dingen voor het goede doel? Zoals bijvoorbeeld die affiche voor borstkanker waar je aan meegedaan hebt. Vind je dat je dat als vedette verplicht bent om dat soort dingen te doen? Ik vind, simpelweg, ik vind dat niets moet. Je moet dat alleen doen als je zelf vindt van, ah, ik wil dat graag doen. En als ik zoiets doe, dan hoop ik ook dat dat echt zijn resultaat kent. Dan doe je dat niet eigenlijk voor jezelf, maar ook naar de anderen toe. En bijvoorbeeld Kom op tegen kanker, dat heb ik echt gedaan omdat ik denk, ja, dat is toch wel belangrijk. Je bent wel zo'n beetje een icoon geworden van de homobeweging. Ja. Is dat iets waar je je actief voor ingezet hebt? Dat is geen goed doel, hè? Nee, maar is dat iets waar je je actief voor ingezet hebt? Of is dat meer vanzelf gekomen? Dat is een beetje vanzelf gekomen, ja, absoluut. Want een van mijn beste vrienden, dus behalve dan mijn hartsvriendin, is een man. Ik heb natuurlijk altijd zo in mijn achterhoofd gehad van, ja, ik denk wel dat hij homo is. Maar we hebben daar eigenlijk nooit over gepraat. Toen, ik spreek van lang, lang geleden. Terwijl heel dicht zei, maar ja, maar dat is een homo, hè. Ik heb daar nooit op gereageerd. Ik denk, wat kan het mij schelen wat hij nu homo is of hetero? Dat maakt mij niet uit. Ik heb altijd zo een ingesteldheid gehad. Je hebt ook een groot rechtvaardigheidsgevoel, hè? Absoluut, ja. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd, moest je in het tijdperk geleefd hebben van Jeanne d'Arc, dan had jij waarschijnlijk misschien ook op de brandstapel kunnen eindigen. En dat, ja, dat zou wel gekund hebben. Ik ben wel iemand die als ik vind dat het iets onrechtvaardig, niet naar mij toe, maar naar anderen toe, niet rechtvaardig behandeld wordt, die direct van, ja, op haar paard springt en ervoor gaat, hè. En dat terwijl je zelf eigenlijk zo onder druk gezet geweest bent destijds door je manager. Maar misschien is dat ook een van de redenen waarom ik mij nog meer gaan manifesteren ben. Hè. Als kind had ik zoiets van, ja, hij zal het wel beter weten. Een beetje later dan heb je zoiets van, ja, je voelt het aan van, nee, het is niet zo, maar je durft niet. Je durft niet echt tegenspreken. Enfin, tegenspreken tot daartoe, maar een stap verder ging ik niet. Maar dan eens dat ik dan bijvoorbeeld getrouwd was, dan voel ik me natuurlijk ook, ja, ik werd stilletjes aan. Onafhankelijker. Ja, voilà, vrouw. En ja, hij zei dan op een zeker moment van, hij is dan de manager weer, van ja, oké, okay, plaatjes maken, dus goed, maar blijf jij maar bij man en kinderen en meer moet dat niet zijn. En dan had ik zo heel duidelijk dat strijdvaardig gevoel van, wat hè? Bij man en kindjes, oké, okay, die zie ik graag, maar ik ga verder voor mijn beroep, want mijn grote liefde, dat was toch echt wel de muziek. En dat gaat hij niet van mij afpakken. En dat heb ik heel sterk laten merken ook, ja. En je hebt ook zo een hele tijd complexen gehad. Mm-hmm. En vond jezelf maar niks. Wanneer is het dan beginnen beteren? Mijn nieuwe relatie heeft daar wel toe bijgebracht. Dat Mark op mij verliefd werd en omgekeerd. Ja, dan kreeg ik zo, dan werd ik ietsje zelfzekerder zo. Ja, hij heeft mij daar ook bij geholpen, eerlijk gezegd. Omdat je sprak van de complexen. Denk ja. Ik. Heb ik gezegd, complex, niet over het uiterlijk, maar ik had wel tegenover bepaalde mensen zo het gevoel van, amai, wat is die goed en wat is die intelligent? En dan voel ik mij zo redelijk minderwaardig, zodat ik denk van, oh. Ik ging mezelf in vraag stellen van, waarom houden die mensen of zien die mij eigenlijk graag? Want wat betekent ik nu eigenlijk? Ik ben toch maar zo'n klein vliegje in vergelijking met zoveel grote mensen. En hoe lang heeft dat geduurd? Ja, wel, misschien duurt het nog wel een beetje zo, maar niet zo zwaar. Ik zo denk, wauw, ben ik hier. Ja, ik vind dat we eigenlijk allemaal kleine vliegjes zijn, als wat dat betreft. Ik vind, we zijn hier maar tijdelijk en we betekenen echt allemaal heel weinig. Eigenlijk, als je daar gaat over denken, dan vind ik het eigenlijk niet meer zo belangrijk. Wat je doel hier is op deze aarde, als je het er maar integer van afbrengt. En dan heb ik wel het gevoel dat ik toch goed bezig ben geweest. Dus dat weet ik heel zeker van mezelf, dat ik altijd heel integer ben geweest en zal blijven.